Nou ja, als je in een situatie raakt waar er sprake is van geen goede communicatie en interpretatie van een woord, moet je daar, wat ik gisteren ook al gezegd heb, moet je daar met elkaar om de tafel gaan zitten en moet je uiteindelijk daar met elkaar proberen uit te komen. En ja, dat is gelukt. Wat heeft de doorslag gegeven in zaken het aanblijven van Koeman? We hebben, wat ik al zeg, we hebben met elkaar gesproken en er zijn de zaken die speelden op tafel gekomen. En daar hebben wij ook letterlijk onze excuses aangeboden voor de miscommunicatie. De fout naar de hoofdtrainer. Om hem niet op de juiste manier, zoals we dat normaal gesproken met een transfer doen, hebben kunnen informeren. Dat heeft allemaal oorzaken. De wedstrijd, de snelheid vanwege een andere club die ook nog geïnteresseerd was. Dat is allemaal achteraf. En daar moet je op dat moment, als daar een fase gepasseerd is. En dan moet je daar op dat moment ook zo groot in zijn om je excuus daarvoor aan te bieden. En afspraken te maken ook naar de toekomst toe. Hebben jullie op ander gebied ook Koeman proberen te overtuigen, gezien het feit dat jullie vandaag ook met de berichten komen dat het financieel nog helemaal niet zo goed gaat met FC Utrecht? Nee, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat merkte ik het weekend ook al, dat daar opeens een verband werd gemaakt. Dat heeft totaal niks met elkaar te maken. Wat heeft Fouke Boy met Erwin Koeman besproken? Want dat was eigenlijk de basis voor het conflict. Nou, Fouke en Erwin hebben ook met elkaar deze zaak nog weer eens een keer met elkaar recht kijkend in de ogen met elkaar besproken. En ook dus uitgesproken. Dus dat lijkt me dan ook een duidelijk verhaal. Is er nu weer sprake van absoluut vertrouwen of zal er bij Koeman toch enige terughoudendheid blijven? Nou, er is sprake van absoluut vertrouwen, want dat hebben we natuurlijk ook over en weer met naar elkaar moeten uitspreken. En Bovenberg komt morgen? Geen commentaar. Sneijder is sowieso zeker? Sneijder is zeker. En Koeman is blij dat Sneijder komt? En Koeman is blij dat Sneijder komt. En Sneijder is blij met Koeman? En Sneijder is blij met Koeman. En Bovenberg is ook blij dat hij nu terugkomt? En wij hopen uiteindelijk ook Bovenberg mogen binnen te gaan halen nog.